Dus vandaag de Performance V600. Klinkt heel high-end en het klinkt allemaal super duper. Dus ik ben hartstikke enthousiast natuurlijk om dit product te kunnen meemaken. Oké, first off, ik moet eigenlijk wel een dingetje toegeven. Ik heb hem al eigenlijk uit de doos gehaald stiekem. Het bedrijf zei van doe ook een unboxing, maar het is een soort van unboxing, niet compleet helemaal. Maar ik laat een beetje wel dat dingetje zien dat erin zit. Dus laten we als eerst even deze prachtige doos eventjes openen. En het ding is waarvoor ik deze beamer of projector, wat is eigenlijk de correcte naam? Jij weet dat. Beamer of projector? Is dat ook full HD projector of? Ik ben fucking retarded. Ja. Maakt niet uit. Ik lees nooit dingen. Ik ben heel blind. Maakt niet uit. Oké, dus eerst hebben we hier een doosje bovenop. En wat hier in het doosje is, zit, is wattenstaafjes. Om je oren schoon te houden, want dat moet je wel zeker doen. Want anders kan je natuurlijk niet goed horen met je eigen thuisbioscoop. Dus heel handig als ze dit bijgedaan hebben. Nee, dit is allemaal natuurlijk voor het schoonmaken van een lens waarschijnlijk. Dus hartstikke top. Een afstandsbedieningje. Stroomkabel. Oh, wel een HDMI-kabel. Ik zat net te zoeken voor een HDMI-kabel. Blijkt dat er gewoon wel eentje in zit. Ik ben echt wel een beetje dom. En we hebben een briefje. En een quick start guide. Maar wij gaan natuurlijk mooi improviseren met hoe we de dingen zullen gaan verbinden. Dus dat zal wel weer wat worden. We hebben nog een andere kabel voor wat je aan de tv aan kan sluiten. God, gebruiken mensen dit nog? Denk ik niet. We hebben nog een boekje met een user manual. Prima. En wat schroefjes als je natuurlijk dit beest op de muur wil hangen. Oké, voor de rest gaan we door naar het volgende. En dat is de bag. Dus we hebben een tasje en in het tasje zit namelijk de beamer zelf. Dus we kunnen even deze ritjes zo mooi open doen. En hier hebben we de beamer zelf. Nou, de beamer zelf in de doos oorspronkelijk waar het in komt is net wat anders verpakt. Ik heb hem even in de tas gedaan. Hij zit normaal, er zit een folie omheen en dat soort dingen. Hartstikke goed verpakt, daar kan ik echt absoluut niet om klagen. Dus dit is eigenlijk de projector. Hier hebben we nog een beschermkapje. Deze draaien we er even af. Voilà. En nu moeten we het natuurlijk uitproberen. Het is volledig plastic trouwens. Voor als je denkt dat het misschien aluminium is of wat dan ook. Dit is volledig plastic. Nou vind ik dat niet zo heel erg als het gewoon werkt. Dus ja, laten we dat ding uitproberen. We hebben hier een muur. Want we hebben een dingetje. Er zit een poster nog op. Iemand moet toch die poster eraf halen. Dus ik denk dat ze dat als eerst maar moet doen. Want anders kunnen we het natuurlijk niet goed uittesten. Want je gaat natuurlijk niet projecteren op een poster. Dus tot zo. Hier zien wij Melanie de poster aan het weghalen. Wat doet ze toch weer een fantastisch werk hier ook. Mm-hmm. Man. Eén hoekje is los. Down to the other one. Oké, dus op het vensterbankje hier wou ik niet helemaal goed zitten, maar uiteindelijk hebben wij een oplossing gevonden. Namelijk... Ja. Nou ja, dit is voor nu de oplossing hoe we het gaan doen. Hij staat momenteel aan, zoals je kan zien op het scherm, of op het scherm, op een muur, kan je zien dat het projecteert en dat is fantastisch. We hebben de laptop van Melanie aangesloten, dus daar zie je het scherm dus van. Ik pak even het afstandsbedieningje eruit. Oké, dus zit er wel batterij op? Ja, misschien is dat een ding. Batteries not included! Oké, hebben jullie triple A batterijen? Weet je, we hebben hier ook nog trouwens. We hebben paaltjes. Oh, rescued. Oké, dus de controller. Gaat een wat langzamer video worden. Gebruik ik er niet. We hebben hier paaltjes namelijk. Ah, kijk in Nederland? Oké, weet je wat? We gaan gewoon even YouTube pakken en we gaan gewoon even video kijken van ons hoe dat een beetje eruit komt. Want deze heeft voor me ook speakers erin, denk ik. Hopelijk. Je zult zien. Weet je, ik weet het ook allemaal niet, joh. Momenteel wat ik wel een beetje heb, momenteel is de ventilator van het ding vrij luid. En hopelijk als we gewoon wat geluid afspelen van de video of film, dat je niet zoveel van merkt. Maar op dit moment is het best wel een luid dingetje dat ik niet zo heel plezant vind. Dus... Batterijen gevonden, de flimmerknoppen en even wat, dat werkt allemaal, het menu. Kijk, hey, werkt ook, dus we kunnen ook gewoon door het menu heen scrollen. Je hoeft niet met je controle, dat vind ik dan wel een goeie. Je hoeft niet meteen daarheen te wijzen, zeg maar, en zo te staan. Je kan ook gewoon, zeg maar, gewoon zo staan. En je kan gewoon lekker door het menu heen gaan als je het wil. Zo, nou, lange dag werken hier op video opnemen. Dat is wel zwaar.
Links gaat niet wel in mijn hoofd, dus je kan misschien wat beter zien van mij. Maar ik dacht van, weet je, ik heb wel even zin om een leuke video te kijken. Nou, wat nou leuker natuurlijk dan. Spotify. Oh ja, dat werkt zo niet. Wacht, kun je hem nog even op play drukken? Ja, natuurlijk, een controller om play te drukken heeft niet zoveel zin als je met HDMI verbonden bent met de laptop. Hand throwing induction mode, om een keer wat gooien en dan is je goed in de lucht. Ja, dus één ding wat me wel opvalt met deze projector is, het geluid is op zich oké. Okay. Wanneer het echt heel luid wordt, gaat het een beetje cracken. Dus uiteindelijk wil je de geluid dus niet heel hoog hebben, anders... Ik weet niet, dat klinkt toch gewoon niet lekker. Dus wat ik jullie aanraad, mochten jullie deze projector halen, zou ik zeggen, doe dan even extra paar speakers bij, gewoon externe speakers, dan zal je ervaring toch wel wat beter wezen. We hebben nu een SD-kaartje van Melanie's camera hebben we in de beamer. Weet überhaupt niet wat voor foto's erop staan of filmpjes, dus zullen we ons heel erg benieuwen wat er op komt staan. Als het heel privé is, dan... Ja, dat komt sowieso in. Dat is de goede good stuff. Oké, okay, we proberen nu even te zoeken waar we dat kunnen vinden namelijk. Oh, input source moeten we aanpassen. Ik verwacht eigenlijk dat dit het knopje is. Oh ja, dat is het ook. Hey, top. Ik ben vet slim. Hebben wij hier toevallig cinema? Nou, cinema is denk ik staat van video. Ik ben nu wel een beetje... Huge smart boy. Meh, uitzien, maar... Oh, we moeten alles echt selecteren. Oké, dat is wel een beetje ontslachtig, vind ik. Dat shitting. En als we nu dan play drukken, dan speelt hij zelf. Oké, dat is duidelijk. Dus gewoon heel het selecteren. Het is wel skater. Mm-hmm. Ah, mooie fotootjes. Oké, Melanie heeft dus ondertussen al voor elkaar gekregen om video's op te spelen. Zullen we deze maar ook afspelen gaan? En je kan pauzeren. En je kan vooruit spelen. Nog sneller vooruit spelen. En, oh, dan is je voorbij. Maar voor de rest... Dit product, ik weet het, ik vind het wel een cool ding. Ik zet het nu even uit. Zo. Meteen rust. Dus dit is een verschil wat het maakt als hij uit is. Zo kun je ook een beetje nagaan van hoe luid dus het is. Dus wil je echt slapen. Rust. Rust. Zen. Aura. Alles is gewoon helemaal intact. Ja, wat vind ik ervan? Ik vind het best wel cool. Qua beeld, we hebben natuurlijk niet de beste oppervlak gekozen om het misschien uit te testen. Maar ik vind het beeld vind ik best wel goed eigenlijk. Dus zou jij hier een filmpje lekker mee kunnen kijken? Ik vind het sowieso cool dat ik een projector in mijn camera heb. Ja, dat is sowieso best wel cool. Ik vond het wel zo eerlijk om eigenlijk nog een keer even het product goed te testen. Echt eventjes een serie te gaan kijken en kijken hoe en luisteren natuurlijk hoe het allemaal klinkt en... Hoe het allemaal een beetje verloopt. Ook met de luide ventilator. Stoort het echt heel erg? Of denk je er uiteindelijk ook helemaal niet meer aan? En uiteindelijk, na een keertje even lekker gewezen Netflixen met mijn liefdalige vriendin. Kan ik eigenlijk zeggen dat... Ja, je vergeet de ventilator op den duur wel. Op zich, ik let er op zich niet eens meer heel veel op. Jij? Nee. Nee, let er eigenlijk niet meer echt op, hè? Natuurlijk had ik nog steeds liever gewild dat de ventilator natuurlijk veel stiller is. Want uiteindelijk, je zal het misschien momenten hebben waarvan je denkt van misschien dat je het nog even net op let. Dus uiteindelijk vind ik het wel jammer dat hij zo luid is. Maar ja, allemaal als dat het enigste probleem is. Want audio, ik had hiervoor een beetje zitten zeiken over de audio. Waarschijnlijk is het gewoon een fout van mijn video's. Dat die een beetje crappy klinken. Dat ik misschien een beetje te luid heb gestaan. Maar in de Netflix-serie heb ik helemaal geen last gehad van slechte audio-kwaliteit. Dat doet hij ook absoluut hartstikke goed trouwens. Er zit bas in en het is gewoon op zich vrij clean. Ik vond, ja, hoe vond jij het klinken? Ja. Goed. Goed? Ja, ik ben geen geluidsexpert. Nee, maar je kan wel weten of iets goed klinkt of iets kut klinkt. Vond je het goed klinken? Ja, dat zeg ik toch ook. Ja. Nee, ik ben geen audio-expert. Audio-kwaliteit. Is best goed. Natuurlijk, nog steeds. Ik blijf bij het punt staan. Extra speakers. Gewoon grote shelf speakers. Die zullen natuurlijk al absoluut nog beter doen. Maar het geluid wat uit dat ding komt is echt fantastisch. Voor hoe het allemaal in elkaar zit. Voor €250, nu ik zo een serie heb gekeken, vind ik het op zich best wel een goede koop eigenlijk. Naast de ventilator.
Liever had ik de... Ja, het is echt... Ik weet het, het is lastig. Het is net die ventilator waarvan ik toch weer zoiets heb van... Ja, je hebt de ventilator al 1000 keer gezegd. Maar. I know, but it's like... Ah! Ja, ja. Doe ermee wat je wil. Beeldkwaliteit, alles is verder goed. En audio op zich ook wel. Mijn ventilator is voor jammer. Je hebt het zomaar gezegd. I know. Stop it. Like de video natuurlijk als je het leuk vond. En ik zie jullie terug weer in een nieuwe video van Pokify. En subscribe.